Opluchting in Somere Heide. De overlast van de hardnekkige bandenbrand bij recyclingbedrijf Van den Hoogven is eindelijk voorbij. Het smeult nog een beetje na en de witte rook kan nog een paar dagen blijven hangen. Maar de brand is na 6 dagen eindelijk geblust. Maandag start het opruimen van de roetdeeltjes die door heel het dorp zijn verspreid. Burgemeester Veldman adviseert inwoners de komende dagen de rook in de gaten te houden en zo nodig ramen en deuren dicht te houden. Als alle rook is weggetrokken, dan kunnen mensen hun huizen gaan ventileren. Bijna een week hebben ze hier in het dorp last gehad van die verschrikkelijke brand in al die autobanden. En mensen hebben zelfs hun huis verlaten. Sommigen hebben getwijfeld, ga ik niet? Wat doet dat met mijn gezondheid? In ieder geval was de overlast van de rook, de stank, heel duidelijk te merken. En vandaag kwam dan het verlossende woord. Het sein brandmeester is gegeven. Het bedrijf kan beginnen met het opruimen van alle troep. En in het dorp beginnen ze morgen, onder andere bij de basisscholen.